Op een keelsteek graaide aan de winkelkant van Balk bij Van de Wieke de bouwactiviteiten uit aanzet voor het bestemmingsplan Haven Dieken, Gringen en Wal. Woensdag mocht wethouder Bram Bonnema de eerste peel slaan. Opdrachtjouwer is Stichting Wenjen Zuidwest-Friesland. Directeur J. Huisman ging een soort mensen uitnodigen om bijwezig te wezen. Een van de genodigden was de heer Wout Stoelwinder. Hij ziet in de werkgroep meer woningen voor ouderen. Een initiatief wat uit aanzet is door de gezamenlijke ouderenbonden die vinden dat er te min voor ouderen bouwd wordt. Deze stichting heeft hier in Gasteloon een grote succes gehad. Voorlopig komen hier de laatste woningen die mooi voortkomen binnen uit het initiatief van deze werkgroep. Ja, wij zijn in 2010 weer geloof ik, ben ik met Jan de Vries daarmee begonnen. En wij hebben ze inzet voor het project meer woningen voor ouderen. En het eerste resultaat was dus de bouw van het appartementencomplex op de Golfbaan. We hebben toen ook een convenant maken in 2010 met de gemeente. En daar komen die 40 woningen achteraan. We hebben nu bij bezig binnen. En dan hoop ik nog Boslus, mij samen met de coöperatie, proberen we dus room te krijgen. En dan zit uw traject, waar we mee begonnen binnen, zit er dan weer op, ja. Een feestelijke bijeenkomst, dan het jouw werk en schrijven het dus echt resultaat aan. Die giet nou beton de grond in. Ja, we hadden er gelukkig. Het had wel wat langer worden. En wij waren er eigenlijk mee bezig dat het veel vleugel kon. Maar dat is net lukt. Dat wist ik wel eens afhankelijk van ambtelijke apparaten en weet ik wat alles wat erbij komt. Maar het is in ieder geval toch gelukt. En dat traject wat wij inzetten hebben van meer woningen voor ouderen hier in Gasteloon-Sleert, ja, dat is nog wat resultaat erbij. En we hopen straks het traject te breken. Nou, wij starten hier, Joert in ieder geval, bij het slaan van de eerste peel van de bouw van 40 woningen. Dat is de vraag even of het 38 of 40 worden, maar dat is in de laatste fase. Plan A, dat gaat inderdaad dat gaat om 12 capewenningen, starterswenningen inderdaad, in het betaalbare segment. En dat gaat om 8 levensloopbeschikte hierwenningen. Capewenningen, dat betekent dus ik dat je bij jou op het meet van de projectontwikkeling. Ja, zo klinkt het dan in ieder geval dat het projectontwikkeling is. Het is natuurlijk kleinschalig inderdaad, de risico's binnen daarin beperkt. En we willen dat met name ik dan van starters inderdaad om in het betaalbare goedkoper segment dingen deel te zetten. Dus het is net zo dat de coöperatie zich nou verliezen geen sale op de dure koopmarkt. Dat is bij u net te plak. Toch wel mooi in deze tijd, deze onwisse tijd, moeilijke tijd, economisch. Jem bouwen dus toch wel terug. Ja, we zijn zeker voornemens om trots te gaan. Op dit moment zijn we bezig in de oplevering nog van 33 appartementen in Sint-Niek. Wel is ik de laatste fase nog van 13 appartementen in Balk. En we starten dus Joert met 20 woningen. Volgend jaar inderdaad komen er nog eens een keer 16 bij. We gaan nog in het plan zien hier de Boslust bouwen nog Fjouwer. Dus wij, wat dat dan geeft, arbeid je wij mooi trots. Goed voor de economie, goed voor de troststroming en goed voor de woonconsument. Ik ga een beetje voor je net even warm van, maar. Alle beetje zelf. Hey, Bonnema, de eerste peel. Wie is dit jouw eerste peel? Nou, ik heb al eens eerder een eerste peel slaan, maar dat ging met een ouderwetse hei-installatie. Daar hangen we al hier met een stick of size man aan het touw. Nou, dit gaat vol automatisch, zelf hoef alleen maar op een knop te drukken. Maar het is wel bijzonder dat je intussen tijd een eerste peel slaan kennen en dat een bouwproject in dus minder economische tijd van gang of van start gaat. Ja, en dat eerste peel slaan, ja, gevoel van macht denk ik, hè? Dat je zo'n stik beton de grond in rammen kennen. Ja, het gaat heel makkelijk, maar het jouwt een gevoel van macht in die zin dat het traject hierheen ik nog wel wat voetangels en klemmen gewoon had. Hè? Het is net altijd lekker makkelijk om op in je lijn te komen. Nou, met bouwvergunning aanjoen worden, met bouwriep maken worden. Maar als dan uiteindelijk naast aan het traject die eerste peel de groen in gaat, ja, dan ben je gewoon grutskop. Ja. De eerste peel in 2010 nog, maar dat wiel ook ik nodig, hè? Ja, de woningbouwcorporatie heeft bij het Rijk subsidie ontvregen voor 12 keerwenningen. Het gaat om €120.000, dat kan ik wel voor de camera zeggen. En dat gaat erom om die woningen zo goedkeep mogelijk te maken. En het is met name bedoeld voor starters op een woningmerk. En wij moesten voor 1 januari de eerste peel de groen in hebben om die subsidie veilig te stellen. Dus het ziet even wat tijdsdruk op.
Bouwen aan balk, toch nog wenninkjes hier. Ja, de bouw ligt stil, het is crisis. Nou, stil, maar er gebeurt net volle. Dan mag je wel heel erg gelukkig zijn met dit plan wat hier aankomt. Ja, dat plan weer zelfs al van 2008. Hè. Toen is het project Haven Dikken, droogprojectontwikkelaar Heutink in feite won en in gang zet. Nou, daar heeft de Wenningbouwcorporatie zijn pad ik, groen ik van kocht. Die zullen hier 40 huizen bouwen, dat is de eerste fase, de eerste 20 die hier komen. En Heutink die zal taken hier ik los. En dan krijgen we hier nou weer activiteit in balk. En in dus een minder economische tijd is het van belang dat we aan de gang gingen. Want adverteren doet verkopen, maar als je hier bouwactiviteiten zorgt, worden mensen altijd nieuwsgierig en bij hopie. Dat toch die starters op die wenningmerk er ook weer wat beweging in de keertmerk komt. Dus dat is een hele goede zaak.